Kinderen vinden het heel leuk om nieuwe dingen te ontdekken, te bekijken en daar vragen over te stellen. En die nieuwsgierigheid die daarbij komt kijken, die prikkelt hun creativiteit. Die zorgt dat ze spelenderwijs leren en hun talenten kunnen ontplooien. En door die leerkracht enthousiast te maken voor onderzoek, geven we die leerkracht handvatten om ook die onderzoekende houding bij de leerlingen in zijn klas te stimuleren. En we doen dat allemaal onder de invalshoek wetenschap met techniek. Dat prikkelt creativiteit en dat prikkelt dat onderzoekend denken. En een van de scholen met wie we samenwerken in het project De Onderzoekende Leerkracht is de Sint-Jansschool in Amsterdam. Wij van de Sint-Jansschool vinden het heel erg belangrijk dat wij niet alleen maar ons concentreren op wat er in de school gebeurt, maar vooral ons open te stellen voor eigenlijk alle invloeden van buiten. Als je zelf als leerkracht niet bezig bent met onderzoek of je af te vragen hoe iets zit. He, je wil ook je leerlingen wat leren, dus dan vraag je ook af hoe kan ik dat nou het beste doen. De interactie samen met leerkracht-leerling is op basis van een onderzoekende houding ook heel veel makkelijker. Dus je krijgt ook meteen een prettig schoolklimaat daardoor. De onderzoekers en de lerarenopleiders die brengen hun expertise in. De leerkrachten formuleren hun eigen onderzoeksvraag, zetten hun eigen onderzoek op en kijken wat er van de resultaten van hun onderzoek werkt in hun eigen praktijk. We hebben hier een groep kinderen uit de klas gehaald, achter hun boeken vandaan, achter hun schriften vandaan. En we hebben ze in een situatie neergezet met allemaal tafeltjes. En op die tafeltjes zie je van allerlei proefjes, experimentjes. Als je goed kijkt is het allemaal gemaakt van rommeltjes, oude spiegels, melkpakken, verhuisdozen. Het verandert hun kijk om met de omgeving om te gaan. Leert niet alleen met je hoofd of achter een beeldscherm, maar dat je ook kunt leren met je lijf en met je handen. De rol van IPABA binnen het project is eigenlijk sparringspartner van de leerkrachten op school. Op deze school zijn leerkrachten in groepjes bezig met het opzetten van onderzoek vanuit onderzoeksvragen. Dus eigenlijk, wat wil je veranderen? Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat gaat net niet helemaal lekker in je aanpak op school, in de klas? Het is glas. Echt? Het is glas. Hoe kan ik de betrokkenheid van leerlingen vergroten? Hoe is het mogelijk? En als je er een spiegeltje voor zet, als je een spiegeltje hier zet, hoe doe je dat? Je moet het licht zien te breken. Kijk, je ziet toch wel dat het in de spiegel terecht komt. Dus in deze opzet, in dit onderzoek, hebben we een vorm bedacht waarbij we de gesloten aanpak tegenover de open aanpak zetten. Dus je ziet leerlingen aan het werk die met hele gesloten opdrachten bezig zijn, waarbij de onderzoeksvraag, eigenlijk de uitkomst van het onderzoek, al vast ligt. Maar er zijn ook opdrachten die heel open van aard zijn. En dan gaat het niet om het goede antwoord, maar om de onderzoeksvragen van leerlingen. Wat willen zij weten? Waar zijn zij nieuwsgierig naar? En die twee aanpakken, die worden met elkaar vergeleken. En dat doet de leerkracht door het invullen van een betrokkenheidsschaal. En dat is een instrument waar je aan leerlinggedrag kunt zien hoe betrokken ze zijn. Dit voorbeeld illustreert de kracht van de samenwerking tussen de Sint-Jansschool, de praktijk, de IPABO als educatieve partner en de Vrije Universiteit Amsterdam als projectleider. Talentontwikkeling via wetenschap en techniek staat centraal in dit project. Op die manier willen we uit alle kinderen de beste halen en het beste uit alle kinderen.